Ja, een voerboot. De een heeft er helemaal niks mee en de andere zweert erbij. In deze video neem ik je mee met de Baitliner. Een boot die al een tijdje op de markt is en zeker de moeite waard is om even dieper in te duiken. Ja, en als ik dan kijk naar de boot, wat zijn de dingen die mij gelijk opvallen? Het is de bouw van de boot. Het is wat anders dan andere boten, maar dat brengt wel heel veel stabiliteit. Hij is licht van gewicht, zelfs met accu is hij erg licht. En dat brengt gelijk het volgende punt, dus dat hij ook mooi tempo heeft in het water. Dus dat hij mooi snel is. Als ik verder ga kijken naar de boot, wat zijn de dingen die mij opvallen? De ledverlichting voor en achter. Ideale situaties waar het wat donkerder is, zodat je zeker weet dat je boot niet kwijtraakt en weet waar je vaart. Wat valt meer op? Dus deze klep, die is afneembaar. Daar kun je de accu in verwisselen. En dan kun je de verdere elektronica kun je daar heel makkelijk bij. Dus dat is super handig. Verder de hendel. Mooi sterk en robuust. Kun je makkelijk mee in het water en uit het water halen. En dat geeft alleen maar meer gebruiksvriendelijkheid. Kijkend naar de achterkant van de boot is natuurlijk één ding wat heel erg opvalt. En dat is deze mooie voerklep. Het is een mooie ruime bak. Kan plus minus een kilo voer in. En vooral de positie is erg fijn. Hij is midden op de boot, dus zelfs met een volle bak met voer kun jij heel stabiel varen met je boot. Ja, dus als ik gewoon naar de boot kijk, denk ik dat die gewoon erg goed in elkaar steekt, dat het gewoon klopt. Hij is mooi robuust en sterk. En er is natuurlijk één ding wat erg belangrijk is voor een voerboot en dat is de handzender. Ja, de handzender van de voerboot. En wat valt gelijk op? Dat is het mooie wieltje en dat is eigenlijk je stuurwiel van de boot. Hiermee zorgt dat hij naar links of naar rechts gaat. En de trigger. De trigger die, dat is eigenlijk je gaspedaal van de boot. Vooruit, achteruit kun je allemaal met één vinger bedienen. Verder heeft de afstandsbediening nog meerdere opties onder dit klepje. En ik neem jou even mee wat die opties precies zijn. Ja, bovenaan zie je twee knopjes. Het zijn eigenlijk twee switches die te maken hebben met hetgeen wat we net hebben besproken. Dat zijn de trigger en het stuurwiel. Mocht je niet fijn vinden op de manier dat het standaard is ingesteld, dan zou je liever willen dat links rechts wordt en vooruit achteruit wordt. Dus heel simpel deze switch omzetten en dit geeft jou de mogelijkheid om precies het boot in te stellen zoals jij het fijn vindt om te gebruiken. Ja, de onderste twee knopjes zijn eigenlijk gemaakt om de boot helemaal te kunnen afstemmen op jouw gebruik en op de situatie. Als je kijkt naar de onderste knop links onderin, dat is de steering wheel trim. En stel jezelf een situatie voor dat je met een harde zijwind toch de boot recht wil laten varen. Dan kun je met deze trim iets tegengas geven of iets tegendruk geven, zodat je zorgt dat jij alsnog een rechte lijn kan varen. Ideaal een situatie met harde wind. Ja, en als je dan kijkt naar het rechter knopje, het rechter draaiknopje, dat is de throttle trim. En daarmee kun je eigenlijk de gevoeligheid van je trigger afstellen. Dus wil je dat hij gelijk op het gas gaat, dan zal je hem wat hoger zetten. En wil je dat hij iets langzamer opbouwt, dan zal hij wat lager. En eigenlijk geven deze opties eigenlijk helemaal de mogelijkheid om jouw boot helemaal af te stellen naar jouw wensen. Ja, een voerboot gaat natuurlijk niet vanzelf, daar hoort gewoon stroom bij en ook een accu. Daarom levert Baitliner deze 12 volt loodaccu mee. Geeft je ongeveer 2 à 3 uur vaarplezier. Hou er wel rekening mee dat het ligt aan gebruik, maar ook zeker het weer. Dus heb je een harde wind, zal het ietsje minder zijn. Maar hou het vooral in de gaten. Zorg ook dat je de accu niet helemaal leeg trekt en dat die zonder spanning komt te staan, want dan gaat je accu gewoon stuk. De handzender gaat op 8 AA batterijen. Niet meegeleverd, hou daar wel even rekening mee. Ja, het droppen van voer is natuurlijk een erg belangrijk aspect met een voerboot. Hoe doe je dat nou precies? Op het moment dat jij aangekomen bent op de stek waar jij je voer wilt droppen, zet je even de trim van je stuur helemaal naar rechts. Dan draai je aan het stuurwieltje en zorgt de bak dat die leeg valt. Op het moment dat je dat gedaan hebt, zet je de trim weer terug naar de normale stand. En zo kun jij weer in één rechte lijn terugvaren naar de positie waar je zit.
vandaag hebben we gekeken naar de Baitliner voelboot. Een supermooie voelboot met zeker een bereik van 250 meter. Dus ideaal voor het vissen op lange afstanden natuurlijk. Verder, mooi complete boot, stevig, robuust. Ideaal in veel situaties. Dus ik denk dat deze boot een zekere aanvulling kan zijn op jouw visserij.